Yo mensen, vandaag met een gloednieuwe video en vandaag bij de tweede vlog al. Ja, wat we vandaag gaan doen weet ik niet precies zeker. Dat was het eigenlijk. En ja, mijn ding, hoe heet het ook weer, bureau is weer een rommel en mijn bed ook. Ik weet niet of jullie dat precies kunnen zien, maar ja, dat boeit me helemaal niks. Alleen ik wou jullie even iets laten zien. Ik heb dit gekocht, een zuignap voor mijn camera. En daar kun je eigenlijk op alles plakken, een auto, een boot, een raam, een heel soms een muur. Alleen dan moet het wel de goede muur zijn, dus niet gewoon een muur van beton of hout. Ik weet niet zeker of het op deze soort van kasten werkt, dat weet ik niet zeker. Maar dit is volgens mij ook hout, dat gewoon, ja, laat maar. Maar ja, ik kan het even laten zien. Dus hoe het werkt, zeg maar, is dat, je doet dat ding zo, je drukt zo en dan hou je dit over, zo, ja. En dan zit heel goed vast. Hier kun je dan de camera opzetten. Alleen hij zit nu op zijn kop. Dus dat werkt niet echt zo. Nou, helemaal geweldig. Ik had wat video's opgenomen. Toen we naar de Maasvlakte toe gingen. En ik wil daar wel een kleine video van maken. En hier komt die video dan. Ik wil ook nog even doorgeven dat, misschien praat ik een beetje raar, maar ik heb net mijn spalkjes laten zetten. Dus dat betekent, voordat jullie het niet weten, of als jullie het niet weten, sorry. Vroeger wist ik het ook niet meer. Maar dat betekent, ik heb een beugel en over 2 weken zie jij mij zonder beugel. Dus dat spalkje is dat ijzer, is een ijzeren draad. En dat wordt, zeg maar, vastgelijmd op je achterste tanden. Daar. Dat is het. Ja. Niet echt een fijne behandeling. Want je moet helemaal zo zitten voor een half uur. Nou, ik dan eigenlijk moest een uur. Maar ze hebben dit spakje niet gezet. Omdat er nog een spleet was. Dus dat doen ze dan volgende keer. En halen ze gelijk ook heel mijn beugel uit. Ik snap het allemaal niet meer. Maar ja. Dus je moet zo zitten. Zo. En dan, en dat doet helemaal pijn in je nek. En dan moet je een half uur zitten zo. En dan doet ze dat. En dus echt. Kut, want je moet echt, eigenlijk een normale behandeling is een uur met je bek open zitten. Dat is niet echt fijn, naar mijn mening. En dan ga je opzitten en dan, ik weet niet of jullie het ook krijgen, maar ik word dan altijd fucked up duizelig. Als ik zo, dan lig je voor een half uur of een uur helemaal plat, bijna acht zo zeg maar. Dus dit is een beetje oprecht. En je zit, ligt eigenlijk zo, hè, als je dit doet. Dus dan ga je gelijk zo omhoog en dan word je helemaal duizelig. En dat is niet echt fijn. Nou, dat heb ik altijd niet echt fijn natuurlijk. Maar dan weten jullie of ik, zo. Dan weten jullie dat ik spalkjes heb, in heb. Dat, ja, daarom praat ik misschien een beetje raar. Ik weet niet, misschien ook wel niet. Dus ja, we zien wel. Wat vinden jullie trouwens van deze papierrol of wc-rol? 100 euro. Niet dat ik hem gebruik hoor. Is wel een beetje zonde. Want die dingen die zie je niet vaak langskomen. Hebben jullie zo'n wc-rol laten dan zien? Maar als dat echt geld was, dan was ik nu heel erg rijk. En dat zou wel gaaf zijn. Ja, nou. Dat is het eigenlijk wel. Dan zie ik jullie zo. Yo mensen, ik ben hier weer. Oh, kijk, nou eens heb je ook gewoon nog een Thunder King afgestoken. Kijk. Apart. Maar ja, we zitten hier dus ergens. Waar zitten we? In het bos. En we zijn nu een beetje vuurwerk aan het afsteken. Ja, het is een beetje duingebied. En we gaan het volgende afsteken. Ik wil even deze vlog afsluiten. Ik ga nu slapen. Dus dat is het eigenlijk. Ik heb vandaag weer een leuke dag gehad.
Behalve dat spalkjes laten zetten. Ik heb een paracetamol genomen. Niet dat spalkjes pijn deden. Alleen kan je hier een draad onder. Nieuw. En elastiekjes. Dat voelt niet al te fijn soms. Dus ik heb een paracetamol genomen. Nu gaat het, ja, het deed niet echt zoveel pijn. Alleen dat heb je meestal nooit je wel keer. En dat, ik wou gewoon even paracetamol. Gewoon dat ik het wou. Nou. Dus ja, wat ik vandaag eigenlijk allemaal heb gedaan. Ik heb het veerkafstuk. Ja, dat was het eigenlijk wel. Ik heb niet zoveel gedaan vandaag. Maar nog steeds heb ik wel een leuke dag gehad. Lekker relaxed. Ook. Sorry. Misschien dat het zo'n korte vlog was, ik weet niet. Korte vlog was, maar naar mijn gevoel was het een korte vlog. Sorry daarvoor. Ja, dan zie ik jullie weer in de volgende video. Goed moen en tot later.